Cool. Hey, binnenkort is het Pasen. Pasen, Pasen. En we gaan alvast een beetje ons thema richten op Pasen. Want weet je, in de hele maatschappij, als je kijkt naar de mensen om je heen en je vraagt aan mensen van, ja, wat betekent Pasen voor jou? Wat voor dingen krijg je dan te horen? Een paar dagen extra vrij. Eitjes, paashaas. Oh heer, ik bid voor. Weet je, je krijgt van alles te horen. Maar wij weten met elkaar, het gaat niet om die dingen. Het gaat om Jezus. Pasen gaat om Jezus. Het gaat om wat we vieren, wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het is zo'n mooi en zo'n bijzonder en krachtig feest. En weet je, dan vraag je je misschien af, Jezus die kwam, die was op aarde als mens, volledig mens geboren. En dan vond God het nodig dat hij moest sterven. Het was nodig dat hij moest sterven aan het kruis. En misschien denk je wel eens bij jezelf van, maar waarom was dat nodig? Waarom moest God de Vader, zijn zoon, zijn enige zoon, Jezus, aan het kruis laten sterven? Dat klinkt best wel heftig. Dat klinkt best wel dat je denkt van, hè? Waarom? Waarom moet dat? Waarom was dat nodig? Was er geen andere oplossing? Had dat niet makkelijker opgelost kunnen worden? Nee, dat was nodig. Het was nodig zodat jij en ik, zodat wij in contact met God de Vader kunnen komen. En zodat de weg open is tussen ons en God de Vader. En zodat jij en ik kunnen bidden. Zodat jij en ik naar hem toe kunnen gaan zonder schaamte. Zonder ons tekort te voelen voor God. En weet je, Adam en Eva, dat is eigenlijk waar het begon. Misschien ken je het verhaal van Adam en Eva wel. Misschien heb je het wel eens gehoord. Of misschien heb je het al zo vaak gehoord en ken je het door en door. Maar we gaan er toch even naar kijken. Want Adam en Eva, daar begon het mee. En Eva, zij had van de appelboom. Waarvan God had gezegd van, hey, jullie mogen overal van gebruik van maken. Jullie mogen overal van genieten. En jullie heel het paradijs is voor jullie. Maar die ene boom, daar mag je niet van eten. Dat is een uitzondering. Maar toch, de verleiding kwam. Er was een slang. Misschien weet je wat er gebeurde met die slang. Die slang sprak tot Eva van, hey, je mag niet van die boom eten. Maar als je dat wel doet, daar word je beter van. Dan word je slimmer van God. En daarom mag je er niet van eten. En in ieder geval, wat er ook gebeurde, Eva werd verleid door de slang. Wat de vijand was. En er was verleiding. En Eva at toch van die appelboom. En later, door Eva, at Adam ook van die appelboom. En op dat moment gebeurde iets. Er kwam schaamte in hun leven. En weet je wat er gebeurde, staat in de Bijbel? Adam en Eva begonnen zich te verstoppen voor God. Even serieus, verstoppen voor God? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En je leest dat God spreekt tot Adam en Eva. En hij zegt tegen Adam en Eva, waarom verstoppen jullie je? En ze zeggen eigenlijk zoiets van, ja, we schamen ons. En weet je hoe dat kwam? Dat ze zich schaamden. Ze hadden het gevoel dat ze niet meer goed genoeg waren om voor God te komen. Ze hadden het idee dat ze niet meer goed genoeg waren om met God te praten. Want ze schaamden zich voor de fout die ze hadden gemaakt. Dat ze niet naar hem hadden geluisterd. Dat ze niet met hem in contact waren geweest. Maar dat ze waren verleid door iets waarvan ze wisten. Maar dat ene mochten we niet. En dat hebben we toch gedaan. We zijn verleid. We zijn erin getrapt. En ze denken, nee, wat hebben we gedaan? We hadden die fout niet mogen maken. We hadden dit niet moeten doen. En ze verstoppen zich. En ze hopen dat God er niet ziet. Maar natuurlijk ziet God ze. En ze hopen eigenlijk daarmee te vluchten. En weet je, eigenlijk kunnen we onszelf ook zo plaatsen in die situatie. We kunnen ons ook zo plaatsen in die situatie. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kan geen perfect leven leiden. Ik maak fouten. Ik maak fouten naar Lydia toe. Ik maak fouten misschien naar een van jullie toe. Ik maak fouten naar mijn ouders toe, naar Levi toe. Ook al snapt hij nog niet wat ik doe. Maar ik kan ook al naar hem fouten toe maken. Levi is mijn zoontje van 2. Weet je, ik maak fouten. En weet je wat er dan kan gebeuren? Dat ik door mijn fouten denk van, oh, ik ben niet goed genoeg. Ik maak fouten naar Lydia. Ik maak fouten naar mijn vrienden. Ik maak fouten naar jullie, naar jonge vrie. Ik maak fouten naar misschien wel mijn baas. Ik maak fouten naar mijn ouders. Ik maak fouten naar Levi. En hoe kan ik dat toch doen? Want die jongen is nog zo klein en hij verdient alleen maar een liefdevolle vader. En ik kan een soort schaamte over mezelf voelen. En mezelf misschien niet meer goed voelen, omdat ik die fouten maak. En weet je wat er gebeurt als we onszelf zo voelen? Dat je denkt van, ik schiet tekort. Dan kan het gebeuren dat we ook niet meer met God durven praten.
Want wij denken van, ja, maar ik verdien God niet. Ik verdien God niet, want ik ben niet goed. Ik maak fouten, dus ik kan niet naar God toe gaan. Misschien herken je dat wel. In een tijd dat je het gevoel hebt van, ik ben tekortgeschoten. Ik heb fouten gemaakt. Dat je denkt van, je voelt jezelf tekort, dus je durft niet te bidden. Je durft niet naar God toe te gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Spreek met me, praat op me. Misschien komt het je bekend voor, maar mij komt het bekend voor. Dat ik dan misschien wegduik onder een boom of onder een preekding. Omdat ik bang ben dat God denkt van, waar ben je mee bezig? Maar weet je wat het mooie is? God denkt zo niet. God denkt zo niet. God denkt niet meer over die fouten. Want wat er is gebeurd, is dat ik net al zei, dat God zijn zoon Jezus gaf. En hij zei van, Jezus, je bent mijn zoon, maar we moeten de mensen vergeven voor hun fouten. We moeten jou offeren, zodat ik in contact kan komen met alle mensen. En dat er geen schuld meer is in de mensen. Want die schuld, Jezus, ga jij op je nemen. Zodat al die tekortkomingen van de mens op jou rust. Zodat die fouten in jou zitten. Zodat jij aan het kruis zal sterven met Pasen. En weer uit de dood zal opstaan. Waardoor de mensen voor mij kunnen komen zonder schuld. Zonder dat gevoel dat we tekortschieten naar God toe. En dat is het geweldige van Pasen. Jezus stierf daar aan het kruis. Jezus stierf daar aan het kruis. En wij, hij stond met Pasen stond hij natuurlijk weer uit de dood op na 3 dagen. En daardoor heeft hij de dood overwonnen. Daardoor heeft hij zonde overwonnen. Daardoor is er vrijheid in ons leven. En daardoor kunnen wij naar God toekomen. En kunnen we met hem praten. En zegt God niet tegen ons van, nee, jij bent niet goed gedaan. Jij hebt niet goed gedaan. Jij hebt deze week fouten gemaakt. Hij zegt niet tegen ons, hey, jij bent tekortgeschoten te komen afgelopen week. Hij zegt niet tegen jou en mij van, nee, je moet eerst dit en dit doen, want je bent niet goed genoeg. Hij zegt tegen jou en mij, hey, kom naar mij. Want ik heb mijn zoon Jezus gegeven voor jou, zodat wij kunnen praten met elkaar. En niet zomaar kunnen praten, maar als vrienden kunnen praten. Hij noemt jou en mij een zoon, een dochter. En weet je wat een zoon of een dochter betekent? Daar wil je het beste voor hebben. Als ik kijk naar Levi, mijn zoontje, ik wil het beste voor hem. Ik wil het allerbeste voor hem. Ik gun hem het allerbeste van de wereld. Ik geloof dat God de Vader hetzelfde voor ons allemaal wil. Hij gunt ons het beste van de wereld. En weet je wat dus het mooie is met Pasen? Dat we mogen vieren. Dat we ons nooit meer hoeven vluchten van God. Dat we ons nooit meer tekort hoeven voelen tegenover hem. Maar dat we hem eigenlijk gewoon recht in de ogen kunnen aankijken en zeggen, dank Heer voor mijn leven. Dank u wel voor hoe goed u bent. Dank u wel dat u nu hier bent, in mijn kamer, hier in de kerk, hier bij Jonge Free. En dat wij voor u mogen komen door wat Jezus deed voor jou en mij. Dat is het evangelie. Dat is wat wij geloven met elkaar. Dat is wat we geloven. Dat we vrij mogen zijn. En dat Jezus eigenlijk al onze tekortkoming heeft gedragen. En niet alleen maar die schuld. Niet alleen maar die schaamte, de tekortkoming naar God toe. Maar ook onze situaties. De situatie, dingen waar jij doorheen gaat. Ziekte, angsten, misschien een slecht beeld over jezelf. Ik weet niet wat het is. Ik kan niet in jouw leven kijken. Ik weet niet precies waar je doorheen bent gegaan afgelopen maanden. Ik weet niet wat er in je hoofd zat of wat jou tegen heeft gehouden om dichter naar God toe te groeien. Of om op school goede resultaten te halen. Om een goede vriend te zijn voor iemand anders. Ik weet niet wat het voor jou is. Wat jou in de weg heeft gestaan. Maar wat ik wel weet is dat Jezus het te lang heeft gedragen. Aan het kruis. Toen hij stierf aan het kruis nam hij dat op zich. Zodat wij er niet meer hoeven struggelen. Maar dat wij dat aan hem kunnen geven. En weet je, daar hebben we soms moeite mee. Want we denken van nee, dit is onmogelijk. God kan het niet van mij overnemen. Want dit is nou eenmaal zoals ik ben. Nee, dit is nou eenmaal het beeld dat ik over mezelf heb. Dat kan God niet overnemen. Of ik weet het niet, ik kan zoveel opnoemen. Maar God wil het van ons overnemen. Jezus heeft het al van ons overgenomen aan het kruis. Dus wij hoeven het niet meer zelf te dragen. Hoe mooi. Hoe gaaf. En weet je wat zo mooi is? Dit is een tekst die ik ga voorlezen. Ik ben hem even aan het zoeken. In 2 Korinthe 1, vers 3 en 4 staat: alle eer
en lof is voor God, de Vader en onze Heer Jezus Christus. En de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Weet je, Jezus zei van, hey, ik heb alles op mij genomen wat jij zou dragen. Maar dat hoef je niet meer te dragen, want dat heb ik voor jou gedaan. Alle beproevingen die je hebt ondergaan of nog moet ondergaan, heb ik op mij genomen. En nu vraag ik iets aan jou. Nu wil ik aan jou iets vragen. Die liefde die ik jou heb gegeven. Die liefde die ik jou heb getoond. De antwoorden die ik jou heb gegeven. De zegenen die ik jou heb gegeven. Wil je die ook verspreiden naar de andere mensen? Wil jij andere mensen troosten? Wil jij er voor andere mensen zijn? Wil jij voor andere mensen een zegen zijn? Dat vraagt hij dan aan ons terug. En wat ik ook heel gaaf vind, Jezus is met zijn discipelen. En dat is mij eigenlijk mijn derde punt. En ik heb die andere niet eens genoemd, maar daarom ga ik gewoon verder. Living the love riot. Living the love riot. Dat is mijn derde punt. En Jezus is hier met zijn discipelen aan het chillen. Een barbecue of zo. Ik weet het niet precies hoe ze toen chillden. Zoiets in die richting. En Jezus is eigenlijk nieuwe fundamenten van het koninkrijk van God aan het vertellen aan zijn discipelen. En hij zegt, hey guys, één ding is heel belangrijk. En dat ga ik jullie nu vertellen. Als er één ding belangrijk is, dan is het dit wel. Dus let goed op. Dit is het geloof zoals het zou moeten zijn, zegt hij. En dat staat in Johannes 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Als jullie van elkaar houden, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is dat? Dit is waar wij bekend om zouden moeten staan. Als onze onderlinge liefde. Als onze liefde naar onze omgeving toe. Naar onze omgeving toe. Naar onze ouders, naar onze vrienden. Naar onze connectgroep. Naar op school, onze collega's. Dat is waar we bekend om zouden moeten staan. Jezus zegt hier van, hey, als jullie veel van elkaar houden, zullen de mensen zien dat jullie anders zijn. Als jullie veel van elkaar houden, zullen ze weten wie jullie volgen. Als jullie van elkaar houden en van de mensen om jullie heen houden, dan zal de rest volgen. Dan zal de rest volgen. En dat is iets waar we bekend om zouden moeten staan, zegt Jezus daar. Weet je, op het moment dat er iets niet klopte, op het moment dat er iets tegen het gevoel van Jezus inging, als we in de Bijbel kijken, dan zei hij van, hey, dit is niet wie wij zijn. Wij komen op voor degene die tekortschieten. Als er iets gebeurde in de Bijbel waar Jezus het niet mee eens was, dan zei hij ervan, hij kwam op voor rechtvaardigheid. Hij kwam op voor degene die veroordeeld weet. Hij zei, hey, dat is niet wie wij zijn. Wij houden van mensen. Als er voor mensen de rijken werd gekozen en de armen werden opzij gezet, zei Jezus van, nee, dat is niet wie wij zijn. Wij komen op voor de armen. Als er mensen waren die ziek zijn, dan waren er mensen die zeiden van, nee, dat zijn de zieke mensen. Die zijn besmet. Daar mogen we niet mee omgaan. Dat zeiden de rijke mensen in die toentijd, of de Bijbelgeleerden zeiden dat. En Jezus zei, nee, dat is niet wie wij zijn. Wij zorgen voor de mensen die ziek zijn. Daar bidden wij voor en dan zullen ze genezen. Jezus beschermde het. En hij kwam elke keer op het moment dat er voor iemand niet werd gezorgd, zei hij, nee, dat is niet wie wij zijn. Wij houden van mensen. Wij zorgen voor mensen. Wij strekken ons uit naar de mensen die geen stem hebben. En Jezus zegt hier, door dit te doen, weten de mensen dat je bij mij hoort. Door hiernaar te leven weten de mensen dat je bij mij hoort. Niet doordat je zondag in de kerk zit. Niet omdat je een kruisje om je nek draagt. Niet omdat je op Instagram zet van vanavond jongen free night. Nee, dat is niet waardoor mensen weten dat jij van wie jij volgt. Nee, de mensen weten wie jij volgt. De mensen ontdekken wie God is doordat wij daarnaar leven. Doordat wij die liefde verspreiden naar onze omgeving. Doordat wij anders zijn. Dat wij laten merken van, hé, ik geef om jou. Dat wij vergeven. Dat wij er voor mensen zijn. Dat wij voor mensen klaarstaan. En kerken zijn vaak bezig om de mensen te bereiken die nog niet, God niet kennen. Wij hier in de kerk ook, we hebben dingen dat we hopen dat mensen naar de kerk komen. En dan willen ze we graag vertellen over Jezus en over God.
Maar weet je wat eigenlijk Jezus hier zegt? In die tekst, dat zijn niet mijn woorden, maar het zijn de woorden van Jezus. Hé, als wij van elkaar houden, en als jij net zoveel van de mensen in jouw rij houdt en in jouw connectgroep houdt, als ik van jou hou, dan zullen de mensen zien wie jij echt volgt. En dat is wel een diepe. Dat is best een diepe. Die gaat ver. Dus hé, laten we geven om de mensen in onze omgeving. Want wij kennen die liefde van God. Wij weten wat God voor ons heeft gedaan. Wij weten wie Hij voor ons is. En dan is het zo duidelijk voor mensen dat wij Hem volgen. Dan zullen de mensen zien wie wij daadwerkelijk volgen. En weet je, ik vraag me soms af hoe de mensen ons nu zien als christenen. Ik vraag me af als we een enquête doen hier in het centrum van Den Haag. Of in Rotterdam. Of in Tilburg. Wat de mensen dan zouden zeggen van, hey, hoe ken jij christenen? Hoe ken jij de mensen in de kerk? Zouden ze zeggen van, oh, dat zijn van die geweldige lieve mensen. Die zijn altijd liefdevol. Die zijn altijd die vergeven altijd. Ja, die houden wel van gezelligheid. Ja, die houden wel. Die zijn nooit veroordelend. Die zijn altijd behulpzaam. Zullen de mensen zo reageren? Vraag ik me af. Ik denk dat we op dit moment als kerk vaak nog niet zo bekend staan. En ik denk dat we daar dat het tijd is voor verandering daarin. Dat mensen zullen zeggen van, hey, die mensen die strekken zich uit naar andere mensen. Die mensen vechten voor mensen die geen stem hebben. Die mensen zorgen voor de mensen die geen eten hebben. Dat we een zegen mogen zijn voor de mensen in onze steden. Den Haag, Rotterdam, Tilburg, waar je ook vandaan komt. Dat wij er voor die mensen mogen zijn. En dat wij net zoals Jezus zullen opkomen voor die mensen. Weet je nog de Royal Wedding van een paar maanden geleden? Weet je wie daar de show heeft gestolen? Niet het bruidspaar. Het zag er ook mooi uit. Maar de bisschop. De bisschop. Niemand had het verwacht. Niemand had verwacht dat de bisschop de show zou stelen. Maar weet je waarom? Het ging daar in het nieuws over. De talkshows gingen erover. Maar de bisschop die sprak daar over liefde. Over liefde. En het had echt een ripple effect over heel de wereld. Want mensen dachten van ja, inderdaad, dat is wat deze wereld nodig heeft. Dat is wat onze steden nodig heeft. Dit is een oplossing voor heel veel problemen in de wereld. En de wereld stond eigenlijk even een weekje op zijn kop door de liefde die bisschop over sprak op die bruiloft. Weet je, jonge vriend, dat is wat onze stad nodig heeft. Dat is wat jouw stad nodig heeft. Dat is wat de mensen in jouw klas, op jouw werk, waar je ook naartoe gaat door de week, wat ze nodig hebben. Die liefde, die kennen ze niet. Die liefde, die kennen ze niet. En God zegt tegen jou en mij, hey, ik heb jouw liefde laten zien. Ik heb jou laten zien wat echte liefde is. Wil je dat doorgeven naar jouw omgeving? Wil jij dat doorgeven naar de mensen die dat niet kennen? Wil jij dat doorgeven naar de mensen die dat nodig hebben? Wil jij dat voor mij doen? Dat is wat deze wereld nodig heeft. Dat is wat mensen nodig hebben. Ik heb echt heel erg warm, dus ik doe heel even mijn t-shirt uit. Niet spieken. Ik zei nog niet spieken. Maar weet je, dat is wat deze stad nodig heeft. Dat is wat de mensen in jou en mijn omgeving nodig hebben. Dat we voor mensen klaarstaan. Dat we voor mensen zorgen. Dat we achter mensen staan op het moment dat we het moeilijk hebben. En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Want het valt soms niet mee om daar een nieuwe normaal in te zetten. En ik wil jou aan mij vragen, laten wij daar een nieuwe normaal in zetten. Wat bedoel ik met een nieuwe normaal? Gewoon iets dat voor ons normaal is om altijd te doen. Om altijd voor iemand klaar te staan. Om altijd voor anderen te zijn. Om altijd voor iemand te zorgen. En om voor altijd gewoon voor mensen klaar te staan. En hoe ziet dat eruit? De eerste mag komen. Ik ga naar de connectgroep. En mijn vriend in de Connect, die heeft een moeilijke tijd. Die gaat door een depressie. Ik weet het. Het is een moeilijke tijd. Maar ik weet gewoon, je gaat hier doorheen komen. Ik sta naast je. Ik ben er voor je. Ik sta klaar voor je. Ik bid met je mee. En ik weet, je gaat hier doorheen komen. Als je het moeilijk hebt, bel me op. Bel me op. Ga je me bellen? Sowieso. Heel goed, want je moet me bellen. Ik wil met je meebidden. Ik wil klaar voor je staan. Ik wil er voor je zijn. Op het moment dat het moeilijk is. Op het moment dat je niet weet hoe het verder gaat. Ik wil er voor je zijn. Als vriend. Yes? Thanks. Je komt hier doorheen. Thanks, bro. Dat is wat we doen. Dat is wat we doen. En je gaat weer terug naar school. En mensen kijken, hey, wat is er met je gebeurd? Waar ga je doorheen?
Wat zijn de dingen die je bijdraagt? De Heer zegt van ja, ik heb inderdaad net een moeilijk gesprek gehad, maar ik weet, dit gaat overwonnen worden door wat Jezus deed voor mij. Kan hij ook voor iemand anders doen? En je staat sterk in je schoenen en je weet, dit gaat goed komen. En je gaat terug naar school en je komt een nieuw iemand tegen op school. En hij is net zijn baan kwijtgeraakt. Hij heeft een bijbaan. Shit, je hebt net je baan kwijtgeraakt. Het is balen. En hij heeft ook net slecht nieuws gekregen. Hij is iemand verloren. Het spijt me, bro. Ik leef met je mee. Ik ben er voor je. Het gaat goed komen. En ik wil dat je weet dat ik met je mee ben. Dat het goed gaat komen. En ik weet, misschien geloof je niet in God. Misschien weet je niet hoe dingen precies werken. Maar ik weet het wel. En ik weet dat er een God is, die goed doet. Die er voor jou wil zijn in deze situatie. Hij houdt van jou. Hij geeft om jou en van jouw familie. En ik weet dat hij troost zal geven. En ik wil dat je me belt als het moeilijk gaat. En ik wil met je afspreken. Weet dat ik voor je klaarsta op het moment dat het moeilijk gaat. Weet dat ik voor je klaarsta op het moment dat er uitdagingen zijn. Weet dat ik er voor je ben. Weet dat ik er voor je ben. Het gaat goed komen. Yes? En ik heb nog meer ellende bij me. Een vriend van me die door een moeilijke tijd gaat. En een depressie waar iemand niet van weet van, hey, hoe ga ik hier uitkomen? Maar ik weet, ik heb het moeilijk, maar ik weet, Jezus heeft dit voor mij gedragen. Ik hoef het niet alleen te dragen. Ik blijf bidden. Ik blijf voor die mensen klaarstaan. Ik blijf met die mensen meevechten in geloof. En ik vraag God om mijn leven te komen. En je gaat naar de kerk en je komt een vriend tegen. Je komt een vriend tegen en hij snapt het niet meer. Hij heeft vragen over dingen. Hij snapt niet waarom dingen gebeuren in de familie, in situaties. En hij is bedroefd door wat er gebeurt in zijn leven. Maar ik ga naar hem toe, want ik weet, als ik niks doe, wie doet het dan wel? Hey man, hoe gaat het met je? Ik weet dat je door een moeilijke tijd gaat. Ik weet dat er dingen gebeuren die je niet begrijpt, die je niet snapt. Maar ik wil dat je weet dat ik met je mee ben, dat ik met je mee vecht. En ik wil dat je weet dat we dit samen doen. We doen dit samen, want samen zijn we sterker. Ik weet dat er situaties zijn waarvan je denkt van, hoe kan dit gebeuren? Ik weet dat je vragen hebt over God. Maar dat ik wel weet, hij is groter dan elke situatie. Hij is groter dan welke omstandigheden dan ook. Hij heeft jou niet verlaten. Hij is aan jouw kant. Hij is aan jouw zijde. Hij is er voor je. Ik wil dat je weet dat hij bij je is. En dat hij je troost alle dagen van je leven. En dat hij sterker is dan welke situatie dan ook. Hij zal er voor jou zijn. Hij zal er voor jou zijn. En ik ga met je, samen met je meebidden. En ik sta naast je. En samen gaan we dit gevecht aan. En je zal overwinning krijgen. Amen. En nog meer dingen die je meeneemt naar je werk, naar school. En mensen kijken je aan van, hey, wat is er met je aan de hand? Ik heb het druk. Ik ben een zegen aan het zijn voor veel mensen. Ik ben voor veel mensen aan het zorgen. Maar één ding dat ik wel weet, is dat ik de liefde kan doorgeven die Jezus ons heeft laten zien. Dat ik een zegen kan zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Dat ik een zegen kan zijn voor de mensen die er op dat moment niks meer van begrijpen. Maar ik weet dat er een God is die groter is dan alle omstandigheden. Ik weet dat er een God is die niet tegen mensen is, maar die voor mensen is. En ik weet dat er een God is die altijd voor een uitweg zal zorgen. En die uiteindelijk donkere situaties, moeilijke situaties zal brengen ten goede. Want dat is de God die wij hebben. Dat is de God die wij kennen. Hij is een God die leven geeft. Hij is een God die hoop geeft. En hij is een God die situaties kan omdraaien. Hij is een God die situaties, levens kan veranderen. En op het moment dat ik denk van, Heer, ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Al die verhalen van mensen, al die mensen die het zo moeilijk hebben. Dan mag ik op God vertrouwen dat hij mij weer de kracht zal geven. En voorbij zet zal zorgen om voor die mensen te zorgen. Die door een moeilijke tijd gaan. Ik weet, Jezus is gestorven. Niet alleen voor mijn zonde, niet alleen voor mijn omstandigheden. Maar ook voor de omstandigheden van de mensen die ik net heb gesproken. De omstandigheden van de mensen in mijn leven. Weet ik dat Jezus voor hen is gestorven. En van hen houdt. Om hen geeft. En sommige van die mensen snappen nog niet dat God er voor hen is. Maar ik weet, ik blijf voor ze bidden. Ik blijf met ze meevechten. En Jezus zegt tegen jou mee van, hey, ik heb jou daarvoor geroepen. Ik heb jou daarvoor geroepen. En weet je wat zo krachtig daarvan is? Op het moment dat je weet dat je daarvoor geroepen bent. Niet om te leven van dag naar dag. Hoeveel volgers je hebt op Instagram. Of van talkshow naar talkshow te leven. Of van nieuws naar nieuws. Of van sport naar sport. Of van carrière of naar carrière. Of van baan naar baan. Dan weet ik dat je gelukkig wordt.
Op het moment dat je weet van, hey, ik ben er voor andere mensen. Ik ben er om de liefde van Jezus door te geven. Ik ben hier voor andere mensen. Dan weet je, wauw, mijn leven is wat waard. Dan weet je, hey, ik kan er zijn voor mensen. En ik zie mensenlevens veranderen. Het is een beetje hetzelfde als toen mijn ouders mij leerden fietsen. En ik had zo'n klein fietsje met zijwielen. En die gingen eraf, die werden er afgeschroefd voor de eerste keer. Dat is altijd super spannend, kan ik je vertellen. Op het moment dat ik naar voren bleef kijken en ik hield de missie in de gaten, dan bleef ik rijden. Ik bleef voor me kijken en ik keek, daar moet ik naartoe, dan bleef ik rijden. Maar op het moment dat mijn hoofd naar beneden ging en ik kijk naar de grond en ik heb niet meer mijn doel voor ogen, dan viel ik om. En dat is ook zo met jou mee. Als ons leven klein wordt, als we alleen maar bezig zijn met onze eigen situaties, met onze eigen dingetjes, met onze eigen kleine dingen, dan worden we niet gelukkig. Want God heeft ons niet zo gemaakt om alleen maar in onze eigen wereld te zijn. Maar om die tekst die we net lazen. Doe het niet alleen. Hij droeg alles. Maar hij zei van, hey, doe dat. Opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Op het moment dat je daarin stapt, dan stap je in zo'n sterk leven. Dan stap je in zo'n mooi leven. Waar je gelukkig wordt. Waar je weet van, hey, hier ben ik voor geroepen. Hier ben ik voor geroepen. Hier ben ik voor gemaakt. Dat is wat ik in mijn leven heb ervaren. Op het moment dat ik dit doe, wat ik net heb gedaan, dan weet ik, hier ben ik voor. Om voor andere mensen te zijn. Om naast andere mensen te staan. En om voor mensen te zorgen, om mensen verder te helpen. En daar daag ik je vandaag in uit. En ik wil graag eindigen met gebed. En dan gaan we nog wat gaafs doen. Vader in de hemel, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel voor hoe goed u bent. U bent een grote God en een goede God. En dank u wel, Jezus, dat u uzelf heeft gegeven aan het kruis. Dat wij vrij mogen zijn. Dat wij gered zijn. Dat we gered en geroepen zijn van de duisternis, van de zonde, van de fouten. Onze tekortkomingen. En dat wij daardoor niet meer in schuld hoeven te leven, in schaamte hoeven te leven naar God de Vader. Maar dat wij voor Hem kunnen komen en dat we elke dag kunnen bidden. En dat we kunnen praten met U als vriend. En dat U voor ons klaarstaat. Waar we ook doorheen gaan, wat de situatie ook is. Dat U bij ons bent. En dat we dat mogen weten. Dat we dat mogen geloven. En daar dank ik u voor, Heer. En dat wij die liefde die wij van u kennen, die u ons heeft gegeven, weer mogen doorgeven naar onze vrienden. Naar onze familie. Naar onze buren. Naar onze klasgenootjes. Naar de mensen in onze connect. Dat wij dat mogen doorgeven, Heer. Naar onze omgeving. In Jezus' naam. Amen. En weet je, we hebben het vandaag over Pasen. En we gaan bijna de dienst afsluiten, maar er is één iets wat zo krachtig is, zo kostbaar is. En dat is het avondmaal. Dat is het avondmaal. En het avondmaal is dat we eigenlijk stilstaan bij wat Jezus voor jou en mij deed. Wat Hij voor ons heeft gedaan. En weet je, Jezus, Hij gaf zichzelf voor jou en mij. Hij gaf zichzelf aan het kruis. En het avondmaal bestaat eigenlijk uit twee dingen. Uit een cupje rode wijn, maar dat is nu geen rode wijn, dat is sap en een stukje brood. En het sap staat voor het bloed van Jezus. En het brood, en het brood staat voor het lichaam van Jezus. Wat Hij voor ons gaf. Wat Hij voor jou en mij gaf. Zodat wij vrij zijn. Zodat wij niet met de zonde hoeven leven. Zodat wij niet met die fouten hoeven leven. Maar dat we dat aan Hem geven. En zometeen voor jezelf, iedereen krijgt nu een cupje met sap en met een stukje brood. En ik wil je gaan vragen om even te staan. Ga even staan, waar je ook bent. Zorg dat je een stukje brood hebt, een stukje of cupje hebt. Want wat je vast hebt, is brood en sap. En het is zo krachtig, als je de daadwerkelijke betekenissen van weet. Als je weet waar het eigenlijk voor staat. Als je weet waar het eigenlijk voor gemaakt is. Als je weet hoe God het heeft bedoeld. Is dat dit eigenlijk verwijst naar wat Jezus deed. Dit wat jij in je handen hebt, is eigenlijk een symbool voor Jezus' liefde voor jou en voor mij. Wat jij in je handen hebt, is wat Jezus deed voor jou, voor mij. En de cupjes worden nog even uitgedeeld. Er zijn nog een paar mensen die nodig hebben. Maar zometeen gaan we een nummer zingen. En je kan dan gewoon voor jezelf even denken aan wat Jezus voor jou deed. Hij gaf zichzelf voor jou en mij. Zodat wij vrij zijn. Zodat wij vrij zijn gekocht. En dat wij niet meer in schaamte hoeven leven. Niet meer in die zonde hoeven leven. En dat alle dingen die we ooit verkeerd gedaan hebben. En alle dingen die we ooit verkeerd kunnen doen. Die heeft Hij gedragen.
En dat zit in die twee dingen die jij vast hebt. Wat staat voor het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus. Wat jou en mij vrij heeft gemaakt. Wat ons vrij heeft gekocht. En je mag op je eigen moment zometeen als we zingen het avondmaal nemen. Maar ik wil je uitdagen. Neem het moment voor jezelf. En denk aan wat Jezus voor jou deed. Want hij deed dat niet voor je buurman per se alleen, maar ook voor jou. Ook voor jou. Hij deed dit voor jou, zodat jij vrij kan zijn. Zodat hij jou gered heeft en geroepen heeft en uitgedaagd heeft om een zegen te zijn voor je wereld. Ik wil je uitdagen. Laten we een moment nemen om gewoon in zijn aanwezigheid te zijn. Hou je ogen even dicht als je dat fijn vindt. Doe wat je fijn vindt, maar ik wil je echt uitdagen. Neem dit moment samen met God. Om hem te danken voor zijn lichaam, om hem te danken voor zijn bloed. En neem dan op je eigen moment het avondmaal. En ondertussen gaan we ook nog een nummer doen.